Zo. Terug, van weg geweest, corona. Ik heb corona gehad en ik ben nog niet helemaal 100% te pas. Maar ik heb wel een nieuwe video voor jullie. Ik had hem eigenlijk vorige week al bijna afgerond. Maar ik moest nog net een paar dingen fine-tunen aan deze video. En dat heb ik dus zojuist gedaan. Dus mijn naam is natuurlijk Alwin Kleinsma. En welkom bij een nieuwe GTA 5 onderwereld video op mijn kanaal. Vandaag hebben we een paar lijpachtervolgingen en er wordt een flashbang gegooid door een DSC. Echt geniaal, ik had het niet verwacht. Dit is de eerste keer dat ik in aanraking ben geweest met een flashbang granaat. In GTA dan, hè. Niet dat ik in het echt wel in aanraking ben geweest met een flashbang granaat. Maar goed. In deze video zie je dat dus. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Abonneer op mijn kanaal als je deze video leuk vindt. Binnenkort komt er ook een hele leuke extra video online. Stay tuned en ik zou zeggen, geniet van de video. Let's go. De Uzi is zo broken. Wat doet die Camaro ook in de stad, jongen? Met toch Camaro, wat hoor je dan? Wat doe je hier? Maar waarom komt hij achter ons aan dan? Snelheid of wat? Oh ja, ga anders even die busje ervoor zetten, maf. Ja, Alwin, zo'n lul. Nee joh, komt goed. Ik heb wel geen benzine meer. Oh, dan zijn we lul. Geven. Oké. Okay. Oh god. Dat is wel goed volgens mij. Oh nee, dat is niet goed. Kut, ik heb niks bij me. Hoeveel man zit er in die auto? Wil ik niet. Zeg maar, waar moet ik in? Ja, ik weet het niet. Ja, ik kan niet, ik heb geen tank meer. Ik denk oprecht gewoon doorrijden tot je niet meer kan. En dan ergens gewoon erin gooien. En dan ja, ga ik wel shooten of zo. En dan hopen dat je hem kwijtraakt. Lucky of Angelo? Ja? We zitten in achtervolging met politie, man. Kunnen jullie richting Grote Bank komen nu? Ja, toch? Richting waar? Grote Bank. Ja, ik ben daar bijna. Leeg. We zitten in een rode Ferrari. Iets begrepen. Moet ik vragen voor nog meer mensen om mee te helpen? Van IRE bijvoorbeeld? Wacht. Beste tijd. ...7100 is onze postcode. Alwin. Jo. Ik denk hier omhoog rennen, voor ons. Ja, hè? Of dat bord op. Dat bord, hoger. Dat is dan een goede drijfings wel. Mooi, hè? Wat kun je daar ophalen? Ja, heb je de auto met twee plekken? Zeker weten. Bij die parkeerplaats zitten we nu. Op een trap. Over de Grote Bank of? Ah, wacht, ik weet al waar, ik weet al waar. Postcode 71. Zitten ze nog achter jullie aan? Zit je in de G-Wagon? Ja. Stop. Zit het zo? Godverdomme! Jezus Christus. What the fuck? Vooral? God, jongen. Ik had echt zieke drivings. Ja, echt net. Echt, het was een seconde, jongen. Een seconde te laat en dan waren we erbij. Teringwagen leeg, jongen. Ja, deze is ook bijna leeg, hoor. Dus. Ja, zeg maar, op dat stuk heb je ergens die vader weg met die hele flauwe bocht. Ja, klopt. Ik denk, ik jank hem dan vol omhoog, maar dat was niet die bocht. Oh, je hebt wel geluk, ja, die boom. Maar ze roepen nooit zoveel personen op, om alleen snelheid. Nee. Waarschijnlijk zagen ze onze naam.
Nou, top. Lekker. Kijk zo. Nou, dankjewel, hè. Jojo. Goddomme. Vervolgens zag ik een motoragent bij de ANWB waar schijnbaar een bounty op zijn hoofd stond. Deze nam ik meteen mee en riep de rest van de groep op. Maar toen gebeurde dit. Hey. Yo man, Rick, zegt hij. Ik heb echt Yo, zo man. Lang uitgekeken naar dit moment, weet je dat? Ja, Rick, ik kan nou niet bepaald, moet ik zeggen. Oh, en dan heeft die man mij opgepakt en dan geeft hij me 130.000 aan boetes. Is dit fucking zo, ja, maar moet je nagaan, ik wist dat eigenlijk helemaal niet, hè? Ik stond gewoon te praten daar en ik hoorde wat in mijn portefeuille opeens. Oh. Rick, ik gaf nog een complimentje aan een mooie auto en dan krijg je precies. Dit. Hé, hey, Mark, slaat die mooie helm van zijn kap af. Ik wil die rotkap even zien. Oh ja, is helemaal goed. Ja, daar is hij! Oh, heerlijk. Dat lillijke, vieze, stinkende hoofd heeft hij, hè? Dan moet je nu op fingers crossed, dat is echt... Nou, die fingers kun je zo niet meer crossen, denk ik. Nee, ja. Ik denk dat het zo meteen even een beetje moeilijk gaat. Ja, dat kan jongens, hij zo meteen niet meer doen. Maar laten we het, ja, dat wou ik toen ook. Toen stond nog een keer 16 DC op mijn hoofd. Ja, nu moet ik gewoon een beetje pakken, jongens. Thanks, man. Helemaal is alles kwijt als knijpt in tepel. Dat zie ik. Nou joh, wat is dit? Tuurlijk, dat kan ook echt maar één iemand zijn. Tuurlijk. Goed, ik denk dat het handig is dat iedereen even iets aan de kanten gaat. En degene die een wapen bij zich heeft, is even lekker zijn wapentje pakt. Oh. Dan kan ik nog niet iets voor jullie doen. Nee, nee, zeker niet. Hé joh, gewoon namens heel het politiekorps. Dat is ook wel leuk, dat is ook wel leuk. Namens het hele politiekorps, Wajos is de beste jongens, zie je toch? Jongens, laat het nou aardig houden en... Nee, hup, opschieten. Hup, opschieten, oh, maak maar even zo'n politiebriggie. Nee, dan gaan we... Nee. Je moet het doen. Misschien wilden jullie nog plezier met mij maken ofzo. Ik ga wel weer even een paar tanden uit je bek voor dat ik ga doen. Nee, auw! Eén tand, twee tand. En nou je telefoon weer pakken. Opschieten, nu. Oké, dus namens het hele politiekorps vindt Wajos de beste. Is Wajos de beste, ja. Hoi! Oh, flashbang. Fuck, how long out. Rick, weglopen. Zijn er nog mensen levend? Ja, ik, holy shit, ik heb auto genakt. God, ik moet weg nu, man. What the fuck, ouwe? Kom. Stop. Fuck, kom, we zijn hier. Oh, holy shit, ouwe. Ja, ik kan geen melding hebben gemaakt. Stap je maar zo uit, ik ga die gaan staan. Ja, maar. Stap hier zo meteen maar, ik stap zo uit. Ga eens gaan dood hier. Stap ze. Ah, ik heb geen idee van wat ik gevraagd heb. Fucking hell, hoe weten ze dit? Ja, is gewoon gelukt denk ik, gewoon gescout. Ja, dat doen we gewoon een collega. Ja, bent hier toch aangehouden de zaken van medeplichtigheid zijn van de ontvoering, van een ambtenaar in functie? Zo, denk ik ook. Ga maar door, gewoon volle bakje door inderdaad. Flash bang en een zo'n schokkende pleuris. Right, hij is ons een beetje kwijtgeraakt. Gaan we laten hier links naar rechts. Right, we moeten ons in, als we ergens verder zijn, is altijd de drink lossen. Knal hem hier ergens een huisje. Voor ergens rechts een cap plaatsen ofzo. Ah, het kan ook niet meer gaan rennen. We wachten even een paar minuten en dan hebben we lift nodig. Ja, ik ook. Ik lig in een fucking bosje op een berg, bro. Je staat nog steeds? Oké. Okay. Ja, ik lig nog. Oh, ik lig op een berg. Lange ritje maken, kom ik struggle op de street, jij junk op de street.